Hartelijk welkom bij de Vrouw van het Jaar in Hardenberg 2021. Vorig jaar is de gemeente begonnen met het uitreiken van deze prijs. En vandaag is het dus de tweede keer dat we hem gaan uitreiken. Vorig jaar heeft Geralda Rohaan de titel en de prijs gekregen. Zij kan er vanwege privéomstandigheden vanavond helaas niet bij zijn. Anders had zij hem vandaag aan haar opvolgster uitgereikt. Vanwege corona, die een week na de uitreiking vorig jaar voor de eerste lockdown zorgde en sinds die tijd eigenlijk ieders leven beheerst, heeft ook de invulling van die rol, vrouw van het jaar 2020 in dit geval, wat minder inhoud gekregen dan we met z'n allen hadden gehoopt. En we hopen natuurlijk wel dat de winnares van vanavond die invulling er wel aan kan geven samen met de gemeente. Ik noem het winnares, maar het is eigenlijk niet een competitie in de vorm van een wedstrijd. Wij hebben 23 vrouwen opgegeven gekregen, waarvan drie vrouwen zijn genomineerd. Dus er was een grote keuze en er kan er maar één de vrouw van het jaar 2021 worden. We hopen er met z'n allen een ontzettend leuke avond van te maken, of een leuk uur. Mijn naam is Simone Hof. Ik ben raadslid hier in Hardenberg en vicevoorzitter van de raad. En ik ben vanavond gastvrouw. Ik spreek vanavond met een aantal vrouwen, om te beginnen met Alice van Lenteren. Ik zou het leuk vinden als jij jezelf kort in een paar zinnen wil voorstellen. Ik ben Alice van Lenteren. Ik woon nu 30 jaar in Hardenberg. Ik heb hier een bedrijf, een bureau voor technisch Engels en zakelijk Engels. En ik ben hier eigenlijk vanwege de actie Orange the World en de Safe Streets verklaring. Ik ben soroptimist. Wat is een soroptimist? Laten we maar meteen ook met het vraaggesprek beginnen. Nou, een soroptimist is een wereldwijde organisatie. In Nederland zijn er zo'n 100 clubs. Dus wij opereren eigenlijk in clubvorm. Mm-hmm. We zijn ten eerste ook gewoon een hele goede vriendinnenclub. Ja. En wij voeren actie en wij ontplooien activiteiten om meisjes en vrouwen te ondersteunen. En zo optimaal mogelijk leven te kunnen geven. Ja. Waarom is dat belangrijk? Om daar een club voor te hebben? Nou ja, het is ontstaan 100 jaar geleden toen de vrouwen niet eens lid van een club mochten worden. En zo langzamerhand is er in Nederland natuurlijk wel het een en ander veranderd. Alhoewel het nog steeds nodig is om daar ook aandacht aan te besteden. Maar wij hebben zowel lokale als internationale acties. En dat is broodnodig. Zelfs na 100 jaar nog? Zelfs na 100 jaar. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, dingen gaan niet zo snel. En vooral mentaliteitswijzigingen, dat duurt gewoon. En ook in Nederland. En dat komen we dagelijks tegen natuurlijk. Als je de reacties op Sigrid Kaag bijvoorbeeld hoort. Ja. Dan denk je van hoe kan het? Ja. Er gaat gewoon heel veel tijd overheen. Dus er moet steeds maar weer aandacht voor gevraagd worden. Ja, en is dat een mentaliteitsverandering alleen bij vrouwen of ook bij mannen? Nou, ik denk ook vooral bij mannen. Mm-hmm. Ja, die hebben we natuurlijk ook hard nodig hierbij. Ja, we moeten het samen doen. En in die zin, de mannen hebben er zeker een rol. Vooral een rol ook daarin om elkaar aan te spreken en gedrag of verbale uitingen te corrigeren of daar op te reageren. Ja, dat snap ik. Ja. Hey, en je zei, ik ben hier met name vooral vanwege het Safe Streets. Wat kun je daarover vertellen? Wat is Safe Streets? Safe Streets is een project van de UN Women. Dus ook een internationaal wereldwijd project waarin gemeenten eigenlijk aangespoord worden om iets te doen aan de veiligheid op straat, in horeca gelegenheden en in het openbaar vervoer. Mm-hmm. En Hardenberg is daar serieus mee aan de slag gegaan toen wij die vraag bij hen neerlegden. En hebben het doordacht en hebben de handtekening inmiddels gezet. Okay. En het staat hier eigenlijk heel mooi verwoord. De burgemeester of Inga heeft dat ondertekend. Ik wil dat vrouwen en meisjes zich in de gemeente Hardenberg zonder angst voor seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie in de openbare ruimte kunnen bewegen. Mm-hmm.
Dat is dat Safe Streets project is voor een gemeente een soort driejarig traject, waarin je eerst goed in kaart gaat brengen van waar zitten de knelpunten, waar voelen vrouwen en meisjes zich onveilig. En vervolgens daar plannen voor gaan maken en uitvoeren. Spreek jij ook vrouwen en meisjes die zich onveilig voelen? Bijvoorbeeld op straten of in horecagelegenheden in Hardenberg? In Hardenberg eigenlijk niet eens zoveel. Nee, wel elders. Ja. Ja, maar ja, dat heeft ook te maken met dat ik inmiddels niet meer zo in die leeftijdsgroep zit. Nee, dat snap ik. Ja. Maar het kan natuurlijk zijn dat je wel contacten hebt met vrouwen en meisjes in die leeftijdsgroepen. Ja, precies. Ja, maar die contacten die heb ik hier in Hardenberg niet zo. Nee, niet zo meer. Mijn dochter is inmiddels bijna 30. Dus. Oh ja. En die woont hier ook niet meer. Dat snap ik. Ja. Heb je die voeling wat minder, maar... Ja, maar wel met het probleem. Juist. Ja. Even los van Hardenberg is het natuurlijk wel iets dat speelt eigenlijk in heel Nederland. Ja, zeker. En dat ligt natuurlijk ook in het verlengde wel van dat soroptimisme. Ja. Het soroptimisme is ook de initiator samen met UN Women van Orange the World. En dit is iets wat daarbij hoort eigenlijk. Ja. Tegen geweld, tegen vrouwen. Je noemt nu voor de tweede keer het UN, hè, of de Verenigde Naties. Hoe is die link tussen soroptimisten en Verenigde Naties? Wat is die link? De soroptimisten hebben wereldwijd is het een NGO. Heeft die status. Een non-governementele organisatie. Precies, ja. En die hebben 6 plaatsen van... daar is een speciale naam voor. Mm-hmm. Maar die geven advies ook aan de VN op het gebied van vrouwenzaken. Okay. Dus daar zit daar zit een link met vrouwenzaken. Ja. Ja. Dus advies, geen beslissende rol. Nee, waarmee ik eigenlijk maar wil zeggen, het is niet zomaar een clubje van bevlogen vrouwen. Jullie hebben ook echt een functie wat dat betreft. Jazeker. Hoe komt het dat we op heel veel... want wij zijn natuurlijk allemaal vrouwen... op veel plekken in de wereld nog steeds echt moeten strijden voor ons plekje. Voor vrouwenrechten en gelijkwaardigheid. Hoe komt dat? Ja, heb je daar een idee over? Ik ga alle vrouwen vragen. Maar... Ongelooflijk complex natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, vanuit de patriarchale samenlevingen vanuit de man... die zijn natuurlijk nog eigenlijk overwegend aan de orde. Mm-hmm. En een stuk minder al in Nederland. Maar wereldwijd is daar natuurlijk nog heel veel te doen. Ja, snap ik. Ja. Vind je dat je zelf persoonlijk ook een voorbeeldrol vervult? Nee, dat zie ik niet zo. Niet? Verkeerde antwoord. Nee, helemaal niet. Er zijn geen foute antwoorden wat mij betreft. Hè? Maar je bent natuurlijk actief en je doet dingen juist ook voor vrouwen. Ja. Dus ik zou denken, ik stel me voor dat het niet per se op je weg ligt om te zeggen... ik ben een voorbeeld, maar zo voel je het ook niet. Nee, zo voel ik dat niet. Nee, we doen allemaal op onze eigen manier wat het beste. En dat hoeft niet altijd op een hoge positie. Nee. Of op een. Ik heb helemaal geen hoge positie, maar ieder op zijn manier. Ja. En in zijn, met zijn mogelijkheden. Ja. Dus in die zin, nee. Mooi. Maar wel elkaar helpen, voornamelijk. Mooi. Ja. Hey, even laatste vraag. Waarom is die ondertekening zo belangrijk? Nou, het is eigenlijk is het gewoon belangrijk dat de gemeente zich echt committeert hieraan. En er is wel een onderdeel, ook dit doel is een duurzaam ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties. Dus het ligt eigenlijk al op tafel, maar dit is wel echt een stap van... Nou, wij gaan daar dus nu echt werk van maken. Ja. En dat is ook heel serieus opgepakt, ja. Dus dat gaat gebeuren. Ja, heel goed. Ja. Je kunt nu ook met dat briefje wapperen. Ja. Als het college niks doet, wou ik maar zeggen. Zit die kans erin? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Dat verwacht ik helemaal niet. Oké. Okay. Hey, Alice, dank je wel. Graag gedaan. Je mag daar gaan zitten. En ik wil graag Loepna en Gineke vragen om aan tafel te komen zitten. Jullie ook hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Loepna, ik wil even bij jou beginnen. Kun jij kort vertellen wie je bent? Oké. Ik ben Loepna Abdul Ibrahim. Ik kom oorspronkelijk uit Soedan. Ik woon hier al 24 jaar in de gemeente Hardenberg, getrouwd, 3 kinderen.
Ik werk als vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. Ik ben sleutelpersoon voor gemeente Hardenberg, sleutelpersoon voor de GGD. Ik heb nu een nieuw baantje als een sociale werker bij Driehoekzorg. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. Gineke, jij? Ja, ik ben Gineke. Peltjes, samen met mijn man hebben we een melkveebedrijf in Bergentheim. Onze zoon werkt daar nu ook aan mee als opvolger. En sinds een jaar of zes ben ik betrokken bij vluchtelingenwerk door de eettafel. En ik doe vrijwilligerswerk, nu maatschappelijke begeleiding bij vluchtelingenwerk. En zo heb ik een aantal andere zaken waar ik ook vrijwilliger bij ben. Oké, dankjewel. Loepna, jij zegt net zelf al, je hebt geen Nederlandse achtergrond. Je komt hier van origine niet vandaan. Hè? Wat zijn de verschillen tussen jouw geboorteland en Nederland als het gaat over de positie van vrouwen? Heel groot verschil. Want de vrijheid van mening en ook jouw vrijheid als vrouw. Toen die tijd, ik woon hier 24 jaar geleden, is veranderd. Is nu wel beter. Mm-hmm. Door de nieuwe regering hebben wij in Sudan, maar toen die tijd niet. We mogen niet fietsen, ik heb hier leren fietsen. Zwemmen mogen wij niet, ik heb hier leren zwemmen. Dus heel veel dingen die mogen wij toen niet. Dus is wel de verandering die komt wel, maar het is wel op stapjes. Maar het is heel groot verschil tussen Sudan en Nederland. Ja. Vond je dat moeilijk in het begin of was het juist een soort van bevrijding? Het was heel moeilijk. Mm-hmm. Was ik onzeker of dat ik goed doe of niet. Want je hebt van je cultuur, dat zit helemaal achter in je hoofd. Of dat klopt of niet, of mag ik dat doen of niet. Dus de twijfel zit altijd wel. Maar daarna kies je wel, want je blijft hier wonen. Mm-hmm. Je hebt de kinderen, dus je kies je wel voor jezelf. En dan je hebt vrijheid en dan pak je het wel aan. Ja. Dat snap ik. En wat is jouw motivatie dan? Want je hebt een heleboel dingen opgenoemd, hè, die je doet, waarin je actief bent. Waarom doe je dat? Ik voel het. Ik ben ook gevlucht ooit met mijn man. En ik was alleen toen was ik hier, was heel jong. Ik was eenzaam. En ik weet hoe moeilijk het is en door de taal. Dus ik zeg altijd het voor de vrouw, en het is de moeilijkste altijd. De taal is mijn vrijheid. Door de taal kan ik heel veel bereiken. Veel mensen ontmoeten. Kennismaking, vrienden maken. Dus ik weet niet hoe moeilijk het is voor de vrouw. Dus daarom wil ik ook iedereen helpen. Niet alleen vrouwen, mannen ook. Maar, want ik heb het meegemaakt. Mm-hmm, zeker. Ja. Maar je zegt mannen ook. En dat is prima natuurlijk. Ja. Hè? Maar vrouwen hebben het lastiger. Meer, hè? Ja. Meer. Want net als ik zei, onze cultuur is heel anders dan hier. Dus vrouwen altijd... Niet achter omdat ze niet goed zijn. Voor de kinderen zorgen, voor huis. Gaan ze nooit voor hunzelf kiezen. Mm-hmm. Dus daardoor hebben wij nu de buurtkamer. Of gaan ze bij een beeld. Dus was meer, kon ze meer mensen ontmoeten. Koffie drinken. Dus wel juist wel heel goed voor ze. Ja. Dus dat wil je ook de vrouw een beetje out the house. Een beetje meenemen. Ga bij een beeld koffie drinken. Vrijwilligers doen. Of bij de buurtkamer. Ja. Dat is niet geïsoleerd blijven. Juist, ja. Mm-hmm. Ik vraag het even aan Gineke. Want jij bent eigenlijk net zo actief als Loepna. Hè, en ook vaak in dezelfde groepen en met dezelfde vrouwen. Wat geef jij die vrouwen met een migratieachtergrond mee over hun mogelijkheden hier? Want Loepna zegt net, ik vond het eigenlijk best lastig in het begin. Want ik had mijn oude cultuur in mijn achterhoofd zitten. Dat hebben al die vrouwen, stel ik mij voor. Dus hoe ga je die nou zover krijgen dat ze meer gaan doen wat wij hier ook doen als vrouwen? Ik geef ze allereerst vertrouwen. En dat begint met koffie, thee drinken samen. Maar als je geen vertrouwen hebt, kun je het verhaal ook niet overbrengen van wat als iemand kan. Mm-hmm. En nu door corona zijn zaken moeilijker geworden. Stageplekken zijn veel moeilijker in te vullen. En via WhatsApp probeer ik contact te houden met met mijn contactpersonen. Maar dat is gewoon best moeilijk. En als corona er niet is, hè, wat doe je dan? Dan vraag ik de vrouwen wat ze willen, wat ze hier willen gaan doen. En taal is dan de eerste vereiste. Ja. Dus eigenlijk alle vrouwen die ik spreek willen graag een taalcoach. Mensen bij hun in huis, die komen met hun praten. En dan is het ook echt converseren. De conversatietaal van hoe gaat het met jou? En dat willen we vrouwen heel graag doen. En wat ik nu ook hoor is door corona komen ze in isolement. Want thuis wordt alleen maar Arabisch gesproken.
Dus meestal is het echt... en dan zijn ze gewoon blij als ik even bel. Ook al is het alleen maar even via de app van, hoe gaat het? En ja. Ja, dus die contacten zijn er nu wel. Maar het kan niet zoals eerst. Nee. Hey, je hebt een aantal dingen voor je liggen, Gineke. Wat heb je meegenomen? Nou, ik heb paars en oranje van de eettafel. Want dat is hoe als ik verbinding maak samen met Loepna, met de dames. Van mensen uitnodigen aan je tafel. Ik heb vanmiddag nog een uitnodiging moeten afslaan. Dat zijn mensen ook dodelijk beledigd. Ik zeg, ik kom wel een keer weer, maar niet vandaag. Want ik heb een belangrijke meeting. En de eettafel Hardenberg en ook de eettafel Dedersvaart zorgen voor een laagdrempelig contact. Mensen vinden het doodeng. Ik hoor genoeg mensen vragen van, wat is dat met die vrouwen met een hoofddoek? En wat moeten ze hier? Ik zeg, ze wonen hier. Hoezo? Hoe wonen ze hier? Ja, ze wonen hier in een huis. Ze hebben hier een huis toegewezen gekregen. En ze moeten hun plek zien te vinden. Mm-hmm. En ik ben heel blij en dankbaar voor de mensen die zich inzetten voor deze mensen. Ik ken gelukkig een aantal buren die dus echt contact zoeken met hun buren van een andere cultuur. Ja. En dat is gewoon heel hard nodig. Ja. Want ik kan het niet alleen, Loepna kan het niet alleen. Samen zijn we de samenleving. Ja, echt... En dat is het symbool van dit. Oké, heel goed. Hey, een ander ding wat jou aan het hart ligt, Gineke, zijn de Sustainable Development Goals, weet ik toevallig. Ja, dat is wel een hele moeilijke naam, Simone. Dan mag je eerst wel uitleggen. Ik zat net al te luisteren. Ik denk, Loepna heeft heel wat uit te leggen straks. Ja, dat denk ik ook. Die meeluisteren. Ja, dat denk ik ook. Maar even kort, hè, wat zijn dat? Nou, dat zijn de Global Goals. Dat zijn de werelddoelen. De werelddoelen waar Alice het al over had. Ja. Van, we willen graag hebben dat de samenleving het goed heeft. En dat betekent eerst dat de armoede de wereld uit moet. Dat is heel moeilijk te regelen, maar we hebben hier in Nederland gelukkig een voedselbank. En het gaat ook over van, wat koop je allemaal? Ben je het allemaal nodig wat je in huis haalt? En toilet, hoe gaat dat met het afvalwater en alles? En zorgen we goed voor de dieren en de planten? En hoe zit het met onze biodiversiteit? Ja, het zijn 17 doelen, hè? Ja. En met name doel 5 en doel 10 heb ik even opgezocht. Ja. Gaat over gendergelijkheid en ongelijkheid verminderen. Ja. Dat is vanavond natuurlijk ook aan de orde. Ja. Want hoe zie jij dat, Loepna? Zeker met wat je net hebt verteld. Hè, is die gelijkheid tussen mannen en vrouwen is er nog niet echt. Hè? Nee. Of gelijkwaardigheid, het is maar net hoe je het noemen wil. Ja. Dat is natuurlijk ook lastig om te doorbreken, hè? Ja. Zeker als je uit een ander land komt en niet een historie hebt in dit land, waar je toch een wat andere visie daarop hebt meegekregen. Hoe denk je dat het nog lang gaat duren voordat die gelijkwaardigheid een beetje... Ja, ik denk niet heel snel gaat gebeuren. Nee. Anders de vertrouwen dan gaat verbreken. Dus moet je wel wat vertrouwen wel verbouwen en dan altijd mee gaat luisteren naar ze. En natuurlijk, dat snap ze wel, dus het is een heel andere cultuur. En ze zijn niet hier geboren, dus het is heel lastig om gelijk te zeggen tegen bijvoorbeeld een vrouw, komt ze hier gelijk ga je tussen de mannen werken en zo. Dat is heel lastig. Dat is een probleem, hè? Dat is een probleem. Maar als er kinderen zijn die naar school gaan, die krijgen natuurlijk veel meer mee daarvan, hè? Ja. Dan krijgen ze meer, dan hebben wij ook gemerkt, dat komt botsing thuis. Dus op school, moet ze meedoen, thuis mag ze niet meedoen. Mm-hmm. Dus hoe kom je daartussen? Wij hebben, ik ben als een sleutelpersoon, ik ben een bruggetje tussen instanties en statushouders. Want ik kan de cultuur en ik woon hier lang. Dus ga ik tussen deze twee instanties of de statushouders, dan ga ik bemiddelen. Aha. Dan ga ik uitleggen. Dan snapt ze wel en vertrouwt ze mij. Dat komt wel goed. Okay. Dus dan heb je altijd iemand die moet altijd tussen die vertrouwt ze de mensen en ook de instantie. Ja. Dus ben je niet met de ouders of met de instantie, maar ben je voor de kind of voor de onderwerp. Ja, dus, snap ik. Oké. Okay. Aan jullie ook even de vraag. Ik begin even bij Gineke. Voel jij jezelf een voorbeeld voor andere vrouwen, Gineke? Ja. Ja, ik heb app-contact gehad met Marlies Veurink. Ik zeg, ik ga vanavond je naam noemen. Voor mij ben jij een voorbeeld. En zij had zoiets van, wat is dat nou dan? Ik zeg, wij vrouwen...
Tenminste, ik praat voor mezelf. Ik heb een beperking. Ik heb gewoon last van mijn rug. Mm-hmm. Maar ik zit hier toch. En ik doe me groter voor als dat ik ben. Want ik denk dat is het probleem van ons vrouwen. Wij zijn geneigd om ons veel lager te situeren. En de verbinding te leggen. Een sociaal aspect te pakken. Terwijl ik eigenlijk zoiets heb van... We moeten echt de schouders eronder zetten. En ons best doen. Ik ken een aantal dames die in de rolstoel zitten. En die ook gewoon hun best doen. En je bent meer als... als dat je hier zit. Je hebt je netwerk. De genomineerden die hier zitten hebben ook hun eigen netwerk. En wat ik hoop zegt is, we mogen wel wat zichtbaarder zijn. Ja, en daarom heb ik ook dit boek nog meegenomen. Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Want we zijn dat nodig. Ik had hem opengeslagen bij Michelle Obama. Mm. Nou, dat is voor mij een voorbeeldvrouw. En wat doet ze? Zij zorgt alleen maar dat haar kinderen en dat haar man zijn werk kan doen. Dat haar kinderen het goed hebben. En zij zorgt voor empowerment. Voor het in de kracht zetten van vrouwen. Van je mag er zijn. Mm-hmm. Nou ben ik ook wel heel benieuwd wat jij dan doet voor je werk. Of dat je hier voorzitter bent en gastvrouw. Goed gedaan, Gineke. Nou ja, ik werk in de mannenwereld. En ik help bedrijven bij aanbestedingen. En dat zijn vaak grote aannemerijen, bijvoorbeeld. En daarnaast ben ik gemeenteraadslid hier in Hardenberg. Doe ik ook met heel veel plezier. Veel minder een mannenwereld, maar evengoed is nog maar 30% van de raadsleden vrouw. Dus dat kan ook beter, hè? De helft van de bevolking is vrouw. Dus eigenlijk behoort ook dat 50-50 te zijn. Ik ga zo meteen een interviewtje even doen met Gitta Luiten. Die was natuurlijk wethouder. In een college van 4 was zij de enige vrouw. Ik ben heel benieuwd hoe dat strakjes gaat, hè? Of we daar een vrouw voor terugkrijgen. Want ik had nu ook al een artikel gelezen dat er voor het eerst in een aantal jaren nu meer mensen met een andere culturele achtergrond meedoen in de verkiezingen volgende week. Dus ik wil ook de mensen oproepen, de vrouwen oproepen. Ga naar het stembureau, laat je stem horen. Ja. En anders geef je man de stem mee. Heel goed, Gineke. Maar doen. Zeker. Dat, ja, heel belangrijk. Ja. Ook in het kader van Internationale Vrouwendag. Laat ook in dat geval je stem horen. Hey, hartelijk dank, Loepna, Gineke. Jullie mogen daar weer gaan zitten. En ik wil Gitta graag vragen om nu aan de tafel plaats te nemen. Hoi. Goedenavond, Gitta. Je naam viel al even. Omdat je natuurlijk net wethouder af bent. Maar ik zou het wel leuk vinden als je nog even vertelt wie je bent, wat je doet of hebt gedaan en gaat doen. Nou, tot vorige week was ik wethouder in deze gemeente. Want ik heb vorige week dinsdag officieel afscheid genomen van het college en de raad. Met veel pijn in het hart, zeg ik steeds. Want ik vind het heel moeilijk om afscheid te nemen. Want ik ben er heel erg aan gerecht geraakt. Maar ik begin 1 april aan een nieuwe baan. Dus eigenlijk is dit de laatste optreden in mijn bijna afgelopen rol als wethouder. Ja. Oké. Ik zei net al even in de introductie dat dat de gemeente Hardenberg deze prijs vanavond voor de tweede keer uitreikt. Hè? Ja. Jij was een van de drijvende krachten achter het in het leven roepen van de prijs. Waarom was het zo belangrijk om die prijs in het leven te roepen? Nou, vooral voor de zichtbaarheid. Die is net al even gevallen. Op twee manieren. Ten eerste omdat deze maatschappij zou natuurlijk hopeloos instorten als alle vrouwen een dag zouden zeggen, we doen helemaal niks meer. Maar vrouwen vinden dat heel normaal en dat zie je eigenlijk niet zoveel. Als je kijkt naar talkshowtafels, kranten, besturen, gemeenteraden, noem maar op, dan is toch 90, soms zelfs 100% van de keren dat zijn mannen. En dan lijkt het net alsof zij hier de maatschappij aan het runnen zijn. En wij weten met alle vrouwen hier dat natuurlijk helemaal niet waar is. Ja. Dus we vinden het heel belangrijk om te laten zien wat vrouwen allemaal doen voor deze samenleving en hoe belangrijk dat is. En ten tweede is het ook om die vrouwen een hart onder de riem te eigenlijk de waardering uit te spreken van zonder jullie zou die samenleving echt A niet draaien en B waarschijnlijk een stuk killer zijn. Ja. Dus het is zowel voor de vrouwen zelf en voor de vrouwen onderling, maar ook voor de rest van de samenleving. Van kijk, dat je vergeet niet hoe belangrijk vrouwen zijn voor deze wereld. Hey, en we hebben het vanavond, is het woord ook al een paar keer gevallen, hè? Rolmodel. Waarom is het belangrijk voor vrouwen om toch een rolmodel of een voorbeeld of een...
Nou, ik weet dat toen ik 32 was, werd ik directeur van een organisatie, een grote subsidieclub. En toen kwam er een vrouw naar mij toe en die zei dat je dat durft. En ik had dat nog nooit me afgevraagd, omdat ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En als het mislukt, dan mislukt het. Zo zit ik een beetje in elkaar. Maar er zijn heel veel vrouwen die denken, oh, dat kan die vrouw wel, maar ik kan dat niet. En dat is natuurlijk niet zo. Want je hoeft helemaal niet een bijzondere vrouw te zijn om je hart te volgen of om een rol te vervullen in de samenleving. Integendeel. Dus daarom is het zo belangrijk dat vrouwen en meisjes zien wat andere vrouwen en meisjes allemaal kunnen. Want als ze alleen maar naar de televisie kijken, dan zien ze dus eigenlijk vooral mannen. En dan denken ze, nou, dat zal dus wel iets zijn wat mannen moeten doen. Ja, snap ik. Hey, je hoort ook heel vaak dat dit soort dingen, prijzen, Internationale Vrouwendag, dat is toch helemaal niet meer nodig? In ieder geval hier niet. Dat moet je tegen mij niet zeggen. Nee. Dat weet ik natuurlijk. We zijn uitgeëmancipeerd. We hebben hier gelijke kansen, gelijke rechten. Dat soort kreten hoor je. Ja, nou, ik kon het er niet hardgrondiger mee oneens zijn. Mm-hmm. Want op papier hebben we inderdaad gelijke rechten en kansen. Maar in de praktijk zie je aan allerlei zaken dat helemaal niet waar. Dat dat in de praktijk nog lang niet zover is. Het aantal vrouwelijke bestuurders in het bedrijfsleven in Nederland bungelen we ergens onderaan in de westerse wereld. Als je kijkt naar de schooldiploma's waarmee meisjes hun schoolopleiding afronden, is gemiddeld lager dan die van jongens. Je ziet ook vaak dat meisjes in gezinnen, zeker als het niet in de Randstad is, worden opgevoed met het idee, nou ja, je kan ook gewoon een verpleegkundige opleiding doen, want je gaat misschien toch niet werken. Je ziet dat vrouwen altijd degene zijn, vaak in ieder geval, die minder gaan werken omdat zij voor de kinderen gaan zorgen en die man die blijft gewoon volledig carrière maken. Dus er zijn zoveel signalen waaruit blijkt dat het nog helemaal niet zo normaal is voor vrouwen. En dat moeten we eigenlijk gewoon niet meer pikken. Zo simpel zie ik het. En dan heb ik het over Nederland. Laat staan de rest van de wereld. Ja, nee, zeker. Dat, ik las vandaag ook een interview met Angela Merkel nog. En die zegt ook, zeker in de corona-periode, zie je toch dat vrouwen weer als eerste aan de lat staan voor zorg. En die als eerste het onderspit delven. En die als eerste gewoon dingen inleveren. Dus dat is inderdaad wel een goed punt. Hey, ik had het net met Gieneke even over Sustainable Development Goals. 5 en 10. Maar begint veel van de ellende, zo zal ik het maar even noemen, van ongelijkheid niet met het vierde doel, namelijk onderwijs? Ja, natuurlijk. Maar eerlijk gezegd, heel veel van die doelen beginnen bij onderwijs. Want als je het hebt over armoede, er is geen enkel voorspeller zo sterk als je opleidingsniveau om te voorspellen of jij later rijk of arm wordt in je leven. Het gaat ook over geboortebeperking, over klimaat, over al dat soort zaken. Het staat of valt met onderwijs. Als je dat niet weet, dan kan je er ook niks mee doen. Dus onderwijs is ongelooflijk belangrijk. En vandaar dat we hier in de gemeente Hardenberg ook zijn mee gaan doen met het project. Dat heet Gelijke Kansen voor kinderen in het onderwijs. Ik noem het altijd eerlijke kansen. Want ik vind het ontzettend oneerlijk dat het in Nederland, terwijl we altijd dachten dat het niet zo was, hè, wij zeggen tegen kinderen, als je hard leert, kan je van een dubbeltje een kwartje worden. En in de praktijk blijkt dat helemaal niet zo te zijn. En ik vind dat oneerlijk. Want als jij als kind een droom hebt, waar je wieg ook heeft gestaan, of hoe rijk of arm of hoogopgeleid of laagopgeleid je ouders ook waren, je moet gewoon die kans krijgen om die droom na te jagen. Ja. En dat begint bij onderwijs. Ja, oké, duidelijk. Wanneer kunnen we deze prijs opheffen, denk je? Wanneer is die niet meer nodig? Nou, ik vrees dat hij nog heel lang nodig zal zijn. Maar ik vind eerlijk gezegd ook als hij niet meer nodig is, dat we het toch moeten blijven doen. Al was het maar gewoon om te vieren dat we dat dan voor elkaar hebben gekregen. Maar ik wil nog wel één ding zeggen, voordat je me van tafel stuurt. Ja. Er wordt heel vaak gezegd, ach, de emancipatie is niet meer nodig. En hoezo feminist? En ik noem mijzelf met trots een feminist. En mijn antwoord is altijd, en daar gaat het me nu ook even om, ik begrijp eerlijk gezegd niet dat mannen niet ook feministen zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een affaire als Me Too. Als je al die dingen hoort die ik net vertel over meisjes die in het onderwijs minder goed scoren en vervolgens in de rest van hun carrière minder kansen hebben. De meeste mannen hebben een vrouw of een moeder of een zus of een dochter. Dat pik je toch niet?
dat die belangrijke vrouwen in je leven gewoon worden achtergesteld. Ik zou, als ik die mannen was, er misschien nog wel veel harder voor vechten. Ja. En dat wou ik ze toch nog even ja, mee. Heel goed. Goed punt. Mooie afsluiter ook. Dank je wel. Oké. Dank je wel. Je mag daar weer plaatsnemen. Ja, dat was een onderwerp. En ik zou graag Anne van den Hoek aan tafel willen vragen. Ja, ga je gang. Goedenavond, Anne. Jij bent oprichter van In Beeld, een organisatie die vluchtelingen en nieuwe Hardenbergers wegwijs maakt in deze samenleving. Kun je jezelf nog even verder introduceren? Moeder van 4 kinderen, 51, stichting opgezet, oud-raadslid, collega van jou geweest. En ik zit hier bij jou aan tafel. Ja, zeker, omdat je genomineerd bent voor de prijs. En dat is heel leuk en ook goed, denk ik. De rode draad in deze interviews is uiteraard vrouwen. Maar ook vrouwen met een immigratieachtergrond. Is er voor Nederlandse vrouwen eigenlijk niks meer te doen? Ik denk dat alle vrouwen iets moeten doen. Ik ben het eens met Gita dat het gaat over onderwijs, educatie. The hand that rocks the cradle rules the world. Maar ik vind wel dat in een westerse maatschappij het altijd gaat over hoogopgeleide vrouwen. En dat door het glazen plafond heen springen. Waarbij we vergeten, en dat is eigenlijk ook wat er aan deze tafel steeds wordt gezegd. De kracht van vrouwen zit in de dagelijkse dingen. In hoe we ons eigen platform vinden om ons eigen leven in te richten. En daar de keuzevrijheid in te vinden. Dus dat hoeft niet aan de directeurstafel. En dat hoeft niet omdat je een stichting opzet. Het is de simpele huisvrouw die elke week besluit hoe ze haar huishoudgeld uit gaat geven, haar kinderen prudent naar school stuurt en daar alle dingen voor wil doen om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En moederschap is ook een keuzevrijheid. Mm-hmm. En die mogen we absoluut veel beter gaan eren, dat is één. En twee, ik denk dat soms een fout wordt gemaakt bij het feminist zijn, want dat ben ik ook, is dat de gemiddelde vrouw blijkbaar niet geëmancipeerd zou zijn. Als educatie het belangrijkste onderwerp is om door het plafond heen te gaan, moeten we vooral ook kijken waar het plafond voor iedereen's capaciteit ligt. Mm-hmm. En de keuzevrijheid te hebben waar je dan er doorheen wil schieten. Mm-hmm. Internationale Vrouwendag zou niet moeten gaan over hoogopgeleide posities van vrouwen. Hoe we dat voor elkaar krijgen, hoe we de gewone vrouwen eren die de wereld gewoon runt. Nou ja, zeker. En keuzevrijheid is daar wel een belangrijke in. En heel veel vrouwen hebben natuurlijk die keuzevrijheid niet. En dat blijkt natuurlijk ook een beetje wel uit de gesprekken. Met name ook wat Gitta net zei. Ja, absoluut. Dat vrouwen ook wel het een en ander wordt opgedrongen, omdat het nu één keer altijd zo was, bijvoorbeeld. Hey, tegen welke issues loop je aan bij vrouwen die je helpt? En hoe ga je daarmee om? Wat zijn... Heel veel herkenbaarheid vooral, en dat is best heel verdrietig. Ik kwam hier 41 jaar geleden en uit Zuid-Korea, dus een cultuur vergelijkbaar met die van Lutna. Waarbij tegen mij werd gezegd, je bent 9, je bent net geadopteerd, dus je hoeft niet naar het lyceum. Je kunt geen VW, gaan maar eerst maar even spelen op TL. Dat heeft gemaakt dat ik helemaal geen schoolopleiding heb. Mm-hmm. Dan sta je 10-0 achter in Nederland. Want mm-hmm. Je moet wel een entreebewijs hebben, zeg maar. En je ziet dan de vrouwen van nu en de meisjes van nu worstelen met dezelfde keuzes. Je komt uit een ander land. Of je komt uit een, zoals wij dat zeggen, lage zessen. Mm-hmm. Een achterstandswijk. Je hebt niet voldoende educatie genoten. Dus dan eindig je bij de Aldi of zo. Wij luisteren niet meer naar de capaciteit van mensen, naar wat hun wens is. We zijn vooral bezig op papier te kijken of je geschikt wordt geacht. Hoe doorbreek je dat? Door vrouwen te leren om nee te zeggen. Mm-hmm. Om te zeggen, dat ga ik niet doen. Mm-hmm. Ik voel me beter dan dat. Mm-hmm. Of hoe kom ik er wel? En die vraag wordt vrouwen denk ik te weinig gesteld, wat wil jij? Mm-hmm. En wat ik jammer vind bij nieuwkomers, of vrouwen die opnieuw willen beginnen nadat ze kinderen hebben, dat het eerste wordt gezegd, ja, maar je kinderen dan? Hoe zit het met opvang? Heb je dat wel geleerd in plaats van, wie ben jij? Wat wil je? En hoe gaan we samen kijken hoe je daar komt? Dat zijn gelijkwaardige vragen. En ik denk dat de Nederlandse samenleving niet gelijkwaardig staat naar nieuwe migratieachtergrond. Mm-hmm. We gaan ervan uit dat ze vanuit de moslimgemeenschap komen, dus geen rechten zouden hebben. We gaan ervan uit dat ze dommer zijn, omdat ze met een hoofddoek onderdrukt worden. Mm-hmm. We vullen veel voor ze in. Ja, terwijl er ook een vorm van respect zou mogen zijn als het gaat over gelijkwaardigheid. En vrouwen onderling zijn gewoon echt niet aardig voor elkaar. Wij zijn zo kritisch op alles. Over ons gewicht, het haar, alles. En we maken het elkaar zo niet makkelijk. Nee. Dus het is zo belangrijk dat die kracht van vrouwen niet alleen zit tegen de mannen, maar dat we dat misschien intern ook, eens een keertje gaan kijken of wij wel aardig zijn. Hey, even, hè. Stel, ideale wereld. Mm-hmm.
De positie van vrouwen is in Nederland echt sterk verbeterd en we zijn in alles gelijkwaardig aan onze mannelijke evenknieën. Wat bied jij de samenleving dan nog met in beeld? Nou, misschien een stukje waarheid. Ik weet nog dat op een gegeven moment, dat is misschien het beste voorbeeld, een Nederlandse vrouw zei, die migratievrouwen die moeten toch voor zichzelf opkomen. En ik stelde de vraag, waar zit jij op een gemiddelde verjaardag? En het antwoord was, bij mijn vriendinnen. Ik zei, dus je staat niet in bij de mannen? Mm-hmm. Nee, dat staat mijn man in de keuken met een biertje. En ik zit bij... Ik zei, wat is dan het verschil? Zover zijn we dus nog helemaal niet. Nee. Ik denk dat de kracht van vrouwen ligt bij vrouwen, niet bij de mannen. En gelijkwaardigheid zit hem in dat je alle lagen van vrouwen toestaat en elkaar opheft, omhoog duwt, ja, als het ware. Ja, precies. En dat zijn denk ik de voorbeelden. Ja. Om op de brug te slaan dat de cultuur niet het probleem is, maar hoe wij vrouwen naar vrouwen kijken. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus wat ik je eigenlijk ook wil zeggen, er is sowieso nog heel veel te doen. En voorlopig is in beeld wat dat betreft ook nog ontzettend relevant. We zijn nu op dit moment nog open. Het is ontzettend relevant om een plek te hebben waar je ook nee kan krijgen. Mm-hmm. Want dat is ook een antwoord. Geen antwoord is het allerergste. Ja. Hey, zie jij jezelf als voorbeeld? Wauw, ik hoop dat ik voor mijn dochter een voorbeeld ben. En misschien is dat wel het enige. En voor de rest leer ik de hele dag bij hoe het is om een vrouw te zijn. Mm-hmm. En misschien is dat wel de beste rol die je kan hebben. Oké, heel goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij kan ook weer, je mag ook weer naar je plek. Ik zou graag Nettie willen vragen aan tafel te komen. Het is fijn dat je even aan de andere kant komt zitten. Ja, dat is aardig voor de afwisseling. Ja, ja. Nettie, jij bent ook genomineerd. Jij was aanvankelijk een van de 23 en nu een van de 3. In aanvulling op de andere vrouwen hier aan tafel ben jij hoofdzakelijk commercieel bezig. Hoofdzakelijk zeg ik, want dat is in ieder geval wat ik over je heb gelezen. Maar kun jij jezelf kort introduceren? Ik ben Nettie. Ik ben 43 jaar oud, of jong, het is maar net hoe je het wil zien. In het dagelijks leven ben ik directeur van een organisatie die heet Kennispoort Regio Zwolle. We zitten in Zwolle, maar we werken in de hele regio. En de regio hier is van Hoogeveen tot Elburg en van Dronten tot Raalte, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ik ben getrouwd met Erik. We hebben samen meerdere agrarische bedrijven. Daar ben je in getrouwd, zeg maar dan even. Of ingerold. Daar rol je dan in. Mm-hmm. Ik kom uit de glastuinbouwfamilie, dus ik heb wel wat met het agrarische. We hebben samen 3 kinderen. En toen ik hier kwam wonen. En vanuit mijn werk steeds meer in aanraking kwam met een bestuurlijke wereld. Dacht ik, is dat wat voor mij? Als je wat van vindt, maar je bent er zelf niet bij betrokken, dan ben je een beetje de slager die zijn eigen vlees niet wil eten. Mm-hmm. Dus toen heb ik erover nagedacht, over waar je een toegevoegde waarde kan hebben. Dat ligt met mijn achtergrond in nevenfuncties. En toen ik hier kwam wonen, ben ik bij een sociale werkvoorziening terechtgekomen. En wat ik daar geleerd heb, is dat waar je woont heel belangrijk voor je is. Ja. Dus iedereen heeft eigenlijk recht op een goede woning, een goed huis, een plek waar je bed staat en een plek die je thuis kan noemen. Dat onderwijs heel belangrijk is en dat financiële zelfredzaamheid en financiële zelfstandigheid heel belangrijk is. In dat kader ben ik commissaris geworden bij de woningcorporatie hier. Bij Groene Wellen, wat ondertussen zonecollege is. En uiteindelijk nu bij de Rabobank. Om daar toegevoegde waarde te creëren. Loop je ook tegen vooroordelen aan in je dagelijks werk, omdat je vrouw bent? Ja, weet ik niet. Vast. Ongetwijfeld. Mijn ervaring is dat als je doet wat je waar je passie zit, mm-hmm. dat iedereen er altijd wel wat van vindt. Mm-hmm. En het is wel de kunst om dat ergens te laten voor wat die ander vindt. Mm-hmm. En wel vast te houden aan, waarom doe ik dit nu eigenlijk? Mm-hmm. Want een ander leeft jouw leven niet. Nee, zeker niet. Dus je moet je er niet te veel van aantrekken. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, of accepteren dat het er is. Oké. En gewoon verder je eigen pad volgen daarin.
Nou, dat is wel moeilijk. Hè? We hebben hier hele mooie gesprekken aan tafel gehad met mensen die met allerlei vooroordelen of vooringenomenheid te maken krijgen. Ja. Kijk, het streven naar een wereld waarin dat er niet meer zou zijn is hartstikke mooi. En dat gun ik ons allemaal van harte. De realiteit is of je nu man bent of vrouw bent, jong bent of oud bent, blond bent of rood haar hebt, donkere huidskleur hebt. Mensen vinden wat van mensen. Mm-hmm. En uiteindelijk zou ik onze maatschappij gunnen dat je in je eigen kracht kan staan. Mm-hmm. En ja, dat van een ander. Mijn oom is dat, alles wat je vindt mag je houden. Ja. Dus, oh ja, ja. Oh ja, ja, ja. Of, ja, zeker. Of naar de politie brengen. Ja, is, nou ook die. Weet je, dus ja, het is ook een stukje mindset. Zeker. He, maar feit is natuurlijk wel dat er tussen mannen en vrouwen wel degelijk verschillen bestaan. Ook in aanpak. Tenminste, dat denk ik. Waarin verschilt jouw visie en aanpak van die van mannelijke collega's? Of zeg je van eigenlijk is dat verschil juist weer niet zo groot? Dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Omdat ik mezelf niet vergelijk met mijn mannelijke collega's. Want ik ben ik. En als ik niet op mijn plek zou zitten, zou er misschien wel een andere Nettie op die plek zitten. Ja. Die ook weer anders is. Wat ik waardeer in het samenwerken met een heleboel andere vrouwen is de manier waarop je elkaar kan helpen. Mm-hmm. En ik denk ook, wat ik net zei, wat ik ons allemaal gun, is dat je in een setting zit waarin je elkaar helpt excelleren. Ja. En het beste in elkaar naar voren haalt. Ja. En dat is niet altijd lief, leuk en aardig. Dat is ook om kritisch te zijn op elkaar. Zeker. En uitdagingen te durven neerleggen. En ook uitdagingen te durven aangaan. Ik vraag het ook hierom, hè, omdat in de motivatie, toen je bent opgegeven hiervoor, staat dat jij om dingen te bereiken ook wel eens je charme inzet. En dat liet bij mij de vraag binnenkomen van oké, dus blijkbaar doe je dingen anders. Hoe zie je dat? Ja, dat zou je dan eigenlijk de mensen moeten vragen die je maar opgegeven hebben. Want het is niet iets wat ik over mezelf gezegd heb. Nee. Dus dat is ook weer in zoverre een lastige vraag om te beantwoorden. Uiteindelijk denk ik dat je in moeilijke situaties moet zoeken naar waar je wat je gemeenschappelijk hebt of wat je met elkaar nastreeft. En van daaruit wel het gesprek blijven voeren. Ja. Maar dat is volgens mij wel echt ook een vrouwending. En niet negatief, hè? Mm-hmm. We gaan op zoek naar gemeenschappelijkheid, want we willen samen hetzelfde. We hebben misschien alleen een wat andere aanpak omdat we een meneer en een mevrouw zijn. Maar we hebben dat gezamenlijke doel. Dus dan leggen we de nadruk op en van daaruit werken we er naartoe. Dat is volgens mij. Nou, als dat de manier, zoals jij zegt, dat de vrouwelijke manier is, dan is dat wel de manier waar ik in geloof. Heel goed. Ik geloof ook wel heel erg in het samen doen. Dus de organisaties waar ik me aan verbonden heb, dat zijn ook organisaties waar ik probeer dat in te brengen. Mm-hmm. We doen het samen, met elkaar. Ja. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ja. Hoe kijk je aan tegen een vrouwenquotum? Ja, vind ik een lastige. Wel een goede vraag. Aan de ene kant vind ik dat het aan het einde van de dag over kwaliteit moet gaan. Mm-hmm. Aan de andere kant vind ik dat het wel uitgedaagd moet worden om dingen mogelijk te maken. Mm-hmm. Ik weet niet of een quotum het middel is om beide doelen te bereiken. Mm-hmm. Dus ik zou het vervelend vinden als mensen over mij zouden zeggen, nou, we zijn op Nettie gekomen of we hebben Nettie uitgekozen omdat ze een meisje is. Mm-hmm. Of omdat we een quotum moesten doen. Mm-hmm. Want eigenlijk vind ik dat heel erg denigrerend naar de persoon in kwestie en ook naar de capaciteit van mensen. Mm-hmm. Dus, en dan kun je zeggen, je gelooft in een groene weide of in een ideale wereld. Maar in een ideale wereld, in een groene weide, geloof ik dat uiteindelijk de beste mensen op de meest geschikte mensen op de beste plek zou moeten kunnen eindigen. En dat maakt dan niet uit voor wat voor soort functie dat dan is. Mm-hmm. Want dan zou je een quotum ook bij alle functies in moeten voegen. En niet alleen in de topfuncties moeten invoeren. Ja. Oké. Okay. Ja, duidelijk. Duidelijk. Misschien denken we daar wat anders over, maar dat maakt niet zoveel uit. Hey, aan jou ook even de vraag. Zie jij jezelf al als voorbeeld? En zo ja, hoe dan? En voor wie? Nee, en dat is ook niet iets waar ik heel erg mee bezig ben. Ik heb een dochter, net zoals dat Anne een dochter heeft. En veel vrouwen dochters hebben. En wat ik hoop is dat zij de mogelijkheden krijgt om te worden wie ze is. Mm-hmm. En in haar eigen kracht te gaan staan. Mm-hmm. En ik hoop dat ik haar mee kan geven dat het leven niet altijd leuk is. En dat het ook niet altijd makkelijk is.
Maar dat, dat dat ook de momenten zijn waar je leert en waar je ontwikkelt. En dat ze uiteindelijk hopelijk op een plek terechtkomt die bij haar past. Ja. En nou, nog een keer, dan maakt het niet uit of je voor een commerciële functie gaat, hè, zoals ik dat doe, of voor een maatschappelijke functie gaat. Ik geloof heel erg in beweging blijven. Mm-hmm. En goed om je heen kijken en kijken wie je kan helpen en waar je goed kan doen in het leven. Mm-hmm. Oké, okay. Duidelijk verhaal. Dank je wel. Je mag ook weer daar gaan zitten. En dan wil ik als laatste Ineke uitnodigen aan tafel. Als laatste interview voor vanavond in ieder geval. Even kijken. Ineke, welkom. Hey. Jij bent opgegeven. Een van de dingen die jou typeren, dat bleek in ieder geval uit de omschrijving, was betrokkenheid. Zeg je, volgens mij stond ook in het persbericht, zeg je maatschappelijk betrokken, dan zeg je Ineke van der Log. Kun je jezelf kort introduceren met dat in je achterhoofd? Oeps, dat vind ik heel lastig. Weet je, ik, wie ben ik? Ik ben een christen. Dat betekent dat ik eigenlijk alles probeer te doen vanuit de naaste liefde. Mm-hmm. In zijn naam, zeg maar. En ik zie de mens. En ik zie wat voor problemen er zijn. En ik probeer de mens ook als mensen te zien, of die nou zwart, bruin, geel of paars is, dat maakt me niet uit. Mm-hmm. Er zijn problemen op deze wereld. En die problemen moeten opgelost worden. Mm-hmm. En op wat voor manier, als ik dan in de buurt ben, ja, dan ga ik mijn hart maken daarvoor. Dan word ik enthousiast. En ik probeer andere mensen te enthousiasmeren. En dat blijkt te werken. Dus jij doet eigenlijk gewoon, zeg jij, wat er op je weg komt? Ik doe waarheen ik geleid word. Ja, wat er op mijn weg komt, ja. Inderdaad. Ja. Hey, en want in die motivatie staat ook onder andere dat je de vrouwenbuurtkamer coördineert. Hè? Want vrouwen, ja, is ook wel een soort van rode draad in alles wat jij doet. Hè? De mens is de rode draad. Okay. En een vrouw is een mens. Jazeker. En ik zie dat er heel veel ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen, ook in onze maatschappij. Dus ja, mijn hart gaat dan inderdaad uit naar die vrouw die, of het, eigenlijk het jonge meisje nog, wat een beetje machteloos in deze wereld van uiterlijk vertoon staat. Mm-hmm. En dat vind ik een verschrikkelijk iets. En wat doet zo'n vrouwenbuurtkamer bijvoorbeeld voor meisjes en vrouwen? Het is jong en oud door elkaar. En we praten met elkaar. Mm-hmm. En de jonge meisjes die zien ook dat ook die oudere vrouwen problemen hebben met deze maatschappij. Mm-hmm. Dat ze niet alleen staan. Mm-hmm. He, en nou ja, goed, ik ben natuurlijk een voorbeeld van uiterlijk vertoon. Zoals je ziet, grijs haar, behoorlijk aan de maat, et cetera. Maar ik ben wie ik ben. Zeker. En nou ja, goed, ze komen niet omheen, hè. Ja, maar dat betekent dus ook eigenlijk, Ineke, als je ook goed beluistert, dat jij dat het gaat over contact leggen en verbinding maken met elkaar. Ja. Zodat je elkaar ook, en dat is eigenlijk ook wel wat ik in alle verhalen hoor, zodat je elkaar kunt helpen. Ja, ja. Dus elkaar kunt ondersteunen. Zowel binnen als buitenland. Ja. 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 Ik heb vrienden in Oeganda wonen. Ik hou regelmatig mensen hierheen die dan bij ons in de kerken op gaan treden. Slapen bij mij en eten bij mij. En mm-hmm. Dan is er is een uitwisseling. Ik ben ook in Oeganda geweest. Goed, ik geef Nederlandse les. Ja. En ik heb een groep Chinese vrouwen om me heen verzameld die al heel lang in Nederland wonen. Maar in feite buiten de maatschappij blijven mm-hmm. staan. Alleen maar in die Chinese cultuur blijven zitten. Mm-hmm. En dat is gewoon hartstikke jammer. Mm-hmm. Hoe laat jij ze zien dat het anders kan? Gewoon om mezelf te zijn en gewoon te praten over, ook over mijzelf en hun te laten praten. Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, en daarnaast ben je ook voorzitter van het Diaconaal Platform. Ja. Hè? En dus ook lid van de Participatieraad. Kom jij in die functies ook veel vrouwen tegen die zich in een benarde positie bevinden? Eerlijk zeggen dat dat in die structuren met name mannen zitten. Ja. Grijze pakken. Hmm. En ik merk wel dat in de diaconale hoek, zeg maar, daar zitten heel veel vrouwen. Ja. Maar ik denk één ding. Dat ja, is als je bedoelt in de hulpverlening zelf. Nee, ik bedoel eigenlijk meer de hulpvragenden. Ja. Nee, die kom je niet tegen. Ja, tenminste in de diaconie. Daar kom je hulpvragenden tegen.
ja, het Diakonaal Platform, daar komen wel grote vragen binnen. Ja. Want waar het om gaat is dat we dan samen met alle kerken kijken of we toch een oplossing kunnen vinden. Ja. Door middel van een lening, door middel... Hè? Ja. En ja, ik vind dat een heel mooi iets, dat dat kan. Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk. Dus ik snap dat je zegt, aan de ene kant, in dat platform zijn overwegend mannen werkzaam, bezig. Net als jij, je bent alleen geen man in een grijs pak. Nee, maar aan de grijs haar. Ja, kunnen we elkaar de hand geven. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel de hulpvragers. En dat bedoelde ik eigenlijk. Zijn dat in meerderheid vrouwen of, is dat eigenlijk een beetje wel... Nee, dat is wel gelijk, ja. Ja. Dus daarin wel. Okay. Waar wij ook heel vaak tegenaan lopen, is een gezinshereniging of iets in die geest. Ja. Schuldhulptrajecten. Ja. Maar goed, het is heel vaak ook een doorverwijzen naar schuldhulpbureaus, naar de gemeente. En proberen die mensen te begeleiden ook. Ja, en ze echt gewoon verder te helpen. Daar gaat het. Ja. Er zijn hele mooie wettelijke regelingen. Ja. Maar mensen hebben een coach naast zich nodig. Mm-hmm. He, iemand die naast ze staat. En die ze door dat traject heen trekt. Ja, snap ik. Ja. Heb je enig idee, Ineke, hoe het komt dat het voor vrouwen nog altijd lastig is om een, zeg maar, een gelijkwaardige positie in te nemen ten opzichte van mannen in vergelijkbare rollen? Ik denk dat wij als vrouwen onszelf nog steeds niet als volwaardig zien. Mm-hmm. Dat kleine meisje dat speelt elke keer weer op. En die moeten we gaan koesteren. Mm-hmm. He, er zit in ons een klein meisje van vroeger. En we wilden altijd het goede doen. Alleen ja. Het heeft natuurlijk ook weer met opvoeding. Het heeft alles met onze opvoeding te maken. Ja. Het heeft ook met de wereld om ons heen te maken. Dat bedoel ik. Neem maar eens een of andere popzender. Kijk de vrouwen maar eens dansen. En luister maar eens naar de teksten. Ja. Ja, zeker. En dat wordt ingeprent. Ja. Ja, als dat is wat je dag in dag uit hoort, dan ga je dat op een dag zelf geloven. Hè? Ja. Hey, voorbeeldrol, hoe zou jij jouw voorbeeldrol willen typeren? Of zeg je van die heb ik eigenlijk niet? Ik voel mij nou niet echt als een... Ja, ik was echt overdonderd toen Gita mij belde. Ik had zoiets van, ikke? Nee, ja, ik ben gewoon iemand die de hart volgt. Ja. En nou ja, ik ben coach. Mm-hmm. Ik vind het heerlijk om mensen hun zelfvertrouwen te kunnen ontwikkelen. En met name dan jonge vrouwen, dat ze hun kansen gaan pakken. Mm-hmm. En daar ben ik heel hard mee bezig. Ik heb sinds kort een opleiding bijbelscoach ook afgerond. Dat ik het ook vanuit mijn geloof kan begeleiden. Maar dat zie jij als voorbeeld inderdaad, dat je vrouwen... In hun kracht gaat zetten. Ja. Ja. Ja, dat vind ik heel mooi. En dat probeer ik dus ook te doen in mijn rol als voorganger in de kerk. Ja. In mijn overwegingen. Ja. Van wie ben jij? Ja. Je mag er zijn. Ja. Hey, duidelijk verhaal, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan zijn we nu... ik scroll even door mijn draaiboekje heen. Aangekomen bij het openen van de envelop. Ik wil jullie in ieder geval allemaal ontzettend bedanken voor de gesprekken, de openhartigheid. Ik wens ook jullie allemaal ontzettend veel succes bij wat jullie ondernemen of nog gaan ondernemen. Zeker als het over belangen van vrouwen gaat. En dan wil ik nu eigenlijk overgaan tot het bekendmaken van de winnares vrouw van het jaar 2021 in Hardenberg. En dat is Ineke van der Locht. De jury heeft 23 namen van vrouwen gekregen met allemaal mooie motivaties voor een nominatie. En jullie, dat is Nettie en Anne en Ineke, zijn overgebleven van die laatste drie, waarvan Ineke nu dan de prijs gewonnen heeft. Voor jullie geldt en voor alle namen die de jury heeft opgegeven gekregen, dat die vrouwen een stevige en een maatschappelijke bijdrage vaak ook leveren. De reden voor Ineke's het winnen van de prijs, laat ik het zo maar even zeggen, is dat, dat Ineke's focus vooral op vrouwen ligt. En dat zij actief daar ook verbindingen zoekt en legt om vrouwen elkaar te laten versterken. En dat is de belangrijkste reden voor deze prijs. Ineke, ik wil hem je graag... Je mag daar nog wel even gaan zitten. Want in het kader van corona kunnen we niet...
normaal de dingen overhandigen zoals we dat gewoon waren te doen. Dus ik doe dat zo. Dit is een speld. Het is een zilveren speld. Ik wil er graag even bij vertellen. Net als de speld van vorig jaar, dat die is gemaakt door Maartje Trooster van Door Edelsmeden in Dalfsen. Het is een uniek exemplaar. Er is er maar één van. Je hoeft hem niet meer in te leveren of zo. Het is geen wisselspel. Mag ik kijken? Zeker, mag je kijken. Heel mooi. Dus draag hem. Wees er toch wel een beetje trots op, ik want dat mag best. Trots. Heel goed. Echt? Ik ben echt weer overdonderd. Heel goed. Ja, dat zit in mijn ogen. Dat is ook iets vrouwelijks, hè? Heel goed. Voor de anderen is er een bos bloemen. Die ga ik jullie nu ook niet overhandigen, maar dat doen we straks. Of die kun je zo meteen meenemen. Ik vond het een mooie gesprekken. Dus nogmaals hartelijk dank iedereen. En geniet van de rest van de avond en van je overwinning, Ineke. Dank je wel. En tot ziens.